Hey hallo, je kijkt naar Twente voor Kids. Er zijn weer een hoop leuke dingen te doen in Twente de aankomende maand. En Marlieke gaat weer met Lou en Mila op pad. Dit keer gaan ze naar Museum Twentse Welle, naar de expositie Frankenstein. Nou, we staan hier dus en hier boven ons zit een heel eng oog. Straks zien we het hele filmpje. Spannend. Maar pak eerst maar eens even je agenda erbij. Nou, wees maar niet bang hoor. Het is niet om je huiswerk op te schrijven. Ik ga je juist vertellen wanneer er leuke dingen te doen zijn bij ons in Twente. En dat begint al vandaag. Bij bioscoop Kinepolis in Enschede is dit weekend namelijk het Annie M.G. Schmid Kids Weekend. Je kent vast wel verhalen van Annie M.G. Schmid. Bijvoorbeeld de pluk van de Pettenflat of Minoes. En wat dacht je van Wiplala? Nou, van die verhalen zijn films gemaakt en die kun je dit weekend allemaal bekijken bij Kinepolis. Er is nog veel meer te doen deze Pinksterdagen hoor. Een ritje met de trein is bijvoorbeeld al erg leuk om te maken. Maar een ritje met een stoomtrein, dat is wel heel bijzonder. Wil je dat nou eens meemaken? Dat kan vandaag en morgen. Er rijdt een stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo bij het Buurtspoorwegmuseum. Morgen kun je ook naar de Campina Boerderijdag. Of je kunt naar de Pinksterfair bij het bezoekerscentrum op de Sallandse Heuvelrug. En dan even heel iets anders. Vind jij het leuk om lekker creatief bezig te zijn met muziek of met zang, dans, theater of kunst? En wil je hier nog beter in worden? Dan is de talentenklas van Kaliber Kunstenschool misschien wel wat voor jou. Iedereen van 8 tot 21 jaar is welkom. Aanmelden dat kan nog tot en met 1 juni, dus wees er wel snel bij. En oh ja, je moet wel eerst laten zien wat je kan in een auditie. Maar hey, wie niet waagt, wie niet wint, toch? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij helemaal niet zo'n podiumbeest bent. Misschien zit je wel veel liever lekker op de bank en speel je een potje FIFA met je vrienden. Of 2 potjes, of 3, of 100. En dan is dit wel wat voor jou. Op woensdagmiddag 23 mei is er bij Avatars namelijk een echt FIFA-toernooi. Voor iedereen tussen de 10 en de 20 jaar. De finales worden op een groot scherm gespeeld en de winnaar die krijgt natuurlijk een dikke prijs. Genoeg leuke dingen te doen dus de komende tijd. En er is nog meer, dus ik ben zo weer bij je terug. Maar nu eerst een leuke vlog. Leuk! Zometeen nemen Marlieke, Lou en Mila je mee naar een spannende tentoonstelling in Museum Twentse Welle. Maar eerst krijg je van mij nog wat tips om er deze maand op uit te gaan. Het was je vast al wel opgevallen, maar het festivalseizoen is weer begonnen. Zo is er op zaterdag 26 en zondag 27 mei alweer voor de 5e keer het Makerfestival Twente. Je kunt daar bijvoorbeeld 3D printen, je kunt robots maken en besturen en je kunt er een echte hacker worden. Iedere hoek van het Roombeek Cultuurpark valt wel iets te beleven tijdens het festival. En in datzelfde weekend kun je in Almelo naar het Lageveld Festival Het Hout Nooit Op. Daar maken woodcarvers supermooie dingen van hout. En in de binnenstad van Almelo kun je luisteren naar muzikaal talent tijdens de Twentse Lentedagen. In Hengelo trappen ze af met het nieuwe straattheaterseizoen van de kunsten op straat. En wordt er in het Prins Bernhard Plantsoen weer het BAM Festival gehouden. Kijk jij graag naar atletiek? Dan moet je op 3 juni naar de FBK Games in Hengelo komen kijken. Topatleten uit landen over de hele wereld komen daar naartoe om tegen elkaar de strijd aan te gaan. En er is ook een speciaal kidsplein waar jij zelf in de huid kan kruipen van een echte atleet. En een kidsplein hebben ze trouwens ook bij het Bothoven Festival, bij de Performance Factory in Enschede. Dus daar kan je ook naartoe. Dat was het. Bijna, want ik heb het lekkerst voor het laatst bewaard. Tenminste, iedereen houdt van lekker eten, toch? Op 26 en 27 mei is er in het Van Heekpark in Enschede weer het Food Truck Festival Stoer Voer. Lekker eten dus. Dan heb je nog één ding van me te goed.
Lou en Mila. Ze zijn weer op pad geweest met Marlieke en dit keer bezochten ze een expositie in Museum Twentse Wedde. De expositie Frankenstein. Hoe zal de mens er over 40 jaar uitzien? Hoe zal de wereld er dan uitzien? Ik ben hier samen met Lou en Mila bij de Twentse Wedde en we gaan de Frankenstein expositie bekijken. Zijn jullie klaar voor een beetje spanning? Ja! Wat zie je nou? Nou, we staan hier dus en hier boven ons zit een heel eng oog. Nee, bewegen. Dit is niet Frankenstein, maar dit hoort er altijd bij. En we staan hier dus bij de vlinders. En die horen daar ook bij, maar deze hebben hele coole kleurtjes. Je hebt hele grote vogels. En ook hele kleine. Hey dames, zijn jullie hier? Maar dit is toch helemaal geen Frankenstein? Ja, maar dit hoort er altijd bij. Oh, dit is altijd bij de expositie. En wat is dat dan precies? Dit is een Twentse boerderij. Heel oud dus. Ja, ja. Maar zullen we verder gaan naar de enge dingen? Ja. Oké, kom op. Dingen over de toekomst en over een tweede carrière als je 90 was en een vijfde huwelijk. Nou, we staan nu bij de knutselfabriek en we gaan een wobbelen maken. Ik heb een wokje gemaakt. Eigenlijk zijn het er twee. En die kun je dan deze soort van, het is een zonnepaneeltje of zoiets. En die ligt dan in de zon en dan kan die... Gaat die zo wippen. Wat is dat dan? Wat zie jij? Een mevrouw die groene sokken aan heeft. En een boot. Mila. Ik dacht echt dat de spin 8 poten had. Of was dat niet zo? Die heeft een 6. Huh? Dat is raar. Nou, Lou en Mila, we hebben de Frankenstein-expositie bezocht. Wat vond je het engst? De filmpjes, want er stonden hele rare mensen op en die deden dan iets heel raars met huizen. Die deden dan ze open of dan sneden ze zichzelf. Ja, dus dat was heel eng. En wat vond je het leukste dan? Op zo'n stoel en dan mocht je zelf beantwoorden voor de toekomst. Dus je toekomst voorspellen. Kwam er nog iets leuks uit? Ik had niet het idee dat ze echt luisteren, want ze ging elke keer door met de zinnen. Ja. Dus dan kon je niks zeggen. Nou, dus dan moet ik nog even wachten wat dan de echte toekomst is. Maar het was een leuke expositie, toch? Ja, heel leuk. Oké. Ik kan ook een beetje de toekomst voorspellen. Ik weet namelijk zeker dat deze tweede aflevering van 24 Kids straks is afgelopen. Nou, leuk dat je gekeken hebt. Blijf ons volgen via de website en via social media. Zo blijf je op de hoogte van alle leuke uitjes in Twente. Tot volgende maand.